meisjes. Ja. Al de boeren hier, toen tot klaps maar Vlaams. Ja. Maar nu, de meisjes was het al dood. Ja. En de jongens, ze klappen toen nog mee. Hè. Dus, ja. Maar de Vlamingen, het zijn onze broers. Ja? De Vlamingen, het zijn onze broers. Maar ja, nee. Omdat je zo goed Vlaams kan klappen? Nee, de grat, dat is niet mijn grat, maar mijn grootmoeder, op de andere kant. Mijn klapte dat aan Vlaams, wordt die tot verre waren getussen. En toen alle meisjes die kwamen om een geleven te drinken, of om een pintje te drinken, het was al in Vlaams geworden. En hoe noemde die herbergen van je vader? Capit La Forge dan. La Forge, ja, ja. Capit en de Smesje. De Smesje. En de Smesje. Ah ja. En in scholen moest je dan Vlaams klappen, meent dit? In de scholen klapte niet echt aan Vlaams. Dan, ja. Nee, dat mocht niet, of wat? Nee, maar we klapten geen Vlaams in de scholen, dat was dan Vlaams. Gewoon Vlaams. We mochten eerst Vlaams leren. Hè. En Vlaams, het was al op dat steen, met de titdoende, en met daar waren. Bij de boeren en al? Bij de boeren, ja, ja. Ja, met de meisjes. Ja, voilà. Ja, ja. Of jullie kennen haar nog handel worden, Denise? Maar ik zou heren. Ja, altijd voor, hè? Altijd voor. Tot dat je onder zit. Tot dat ik onder zit. Je vraagt het iedere keer aan onze vrouw of dat je naast die armen mijn geweer had. Ja, ja, ik vraag dat dat zal. En wat zegt ze? Wat zegt ze? En ziet het, het is zo wanneer. Ze laat me weer gaan. Maar ik ga naast onder de kapel hier. Nee. Kan je gaan vragen? Ja. Al dagen. Kan je gaan klappen met onze vrouw? Al dagen. Al dagen, al dagen. Zien er dat bloemen of kersen? En dan doe ik kersen, twee bougies inbranden. Ja, bougies. En twee grote kersen ook. Ja, ja. Om 9 dagen. Ah ja, maar 9. Jour en nuit, dat bluft. En of 1? Welke 9 dagen? Meer of 9 dagen zijn we te stil. Ja, maar ja. En wanneer komt dat? Die 9 dagen. En maar van mij is dat al 9 dagen, meneer. Ah ja. Brand Ossan en Kees. Ossan. Ah ja, Ossan. Ja, ja. Ossan. Ter Walen, hè, Denise? Bij jou, dan niet. Inkomst. Het was april, van de ochtend en een half vroeg. Ik stond op en wat deed ik toen? Ik ging naar het venster en trok de voordienen weg. En wie zag ik daar op de weg? Het was Marietje die naar de werk ging, al schuifelijke vink. Had ze me gehoord of gezien? Dat weet ik niet. Maar het is zo, het is gebeurd, ze kijkt om me en lacht op mij. En ga nu weg deuren. Het is vriendelijk, het is fijn. Bedankt, kindje. In Capelle La Grande in Frans Vlaanderen en een Frans bedrijf. Die, dus we verkopen medisch materiaal in Frankrijk.
En waarom hebben ze u daar aanvaard op dat werk? Uw tweetaligheid, speelde dat een rol? Ja. Dat was zeker een voordeel, omdat ze zagen iemand die tweetalig was. En ja, ik was de ideale kandidaat. Ja. Het is een Frans bedrijf die enkel in Frankrijk verkoopt. Mm. En ze wonen in... de bedoeling was om in België en in Nederland te verkopen. En dat deuren aan ze mee nodig. Mm-hmm. Maar er is nogal zo'n stief vele werken in Frankrijk. En dat deuren is dat project eigenlijk nu nog niet... nog niet opgestart, ja. Maar dat kan later misschien komen. Ja. Dat ze het toch nodig hebben. Ja. Maar het gevoel van, dan kom je op school en word je nog altijd gezien als de Franse. Mm-hmm. En dan had je het gevoel van, misschien heb ik toch geen twee huizen. En dat gevoel heb ik nu, dat ik eigenlijk meer een grenskind ben dan eigenlijk een Belg of een Frans. Ja. En vind je dat onbetant of vind je dat een rijkdom? Ik vind dat een rijkdom. Rijkdom, ja. Toen ik klein was, vond ik dat veel onbetanter, omdat je werd daarvoor gespot eigenlijk. Je was eigenlijk de rare, de outcast. maar nu haal ik echt heel veel rijkdom uit. Kan ik heel veel mensen leren daaruit. Mensen, bijvoorbeeld mijn partner, die daar niets van wist, weten nu dat. En dat geeft mij wel een goed gevoel. Ja, dus ik heb veel mensen wel iets bijgebracht. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Sigrid en Ludwin. En Chris, ik dank jullie dat ik hier aan mijn gekomen en dat ik aan mijn klap mee heb.